Oh ja, daar gaan we, daar gaan we. Oh nee, oh nee. Oké, okay, nu kan ook. Niet schudden. Mijn derde dagelijkse vlog, wow! Ik hou het al 3 dagen vol. Goedemorgen, dames en heren. Leuk dat jullie weer zijn bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn moeder helpen in het huis van Nika. Dat ga ik als eerste doen. Dus ik heb mijn mooie shirt aan te bestellen op uberquim.nl. Ga checken. Ik ga nu snel naar mijn moeder, want ik ben alweer te laat. Ik heb dus lekker weer mijn Tokkie outfitje aan om lekker in te klussen. En we gaan vandaag met Fiat 5 Barkie. Daar staat hij. Wat een waggie, jongen, die gaat snel. Dit geluid moeten jullie ook even horen. Dit is echt niet normaal. Zit toch een motor in? Oh, het geluid van de airco is zelfs harder. Sowieso D heeft hierin gezeten, want hij stond echt op zijn allerwarmst. Oké, okay, moeten jullie horen. Zo! Hoho. Knalt goed, hè jongens? We gaan met de Fiat. Oh, niet afslaan, Quinn. Niet afslaan. Jongens, ik ben toch niet gewend om te schakelen. Oh, we leven! Yes! Oh ja! Daar gaan we. Oh nee! Mijn camera glijdt. Oké, ik ga rijden, jongens. Ik ga rijden. Yes, jongens. We staan veilig stil. En daar staat mijn mooie waggy. Met een deuk. Oh. Oh, wat heb ik weer geluk, jongens. Mijn telefoon viel net uit mijn zak. En ik heb echt net een nieuw beschermlaagje. En die heeft hem gesaved. Kijk hier. Dikke barst. Maar gelukkig in het beschermlaagje. Kijk, hier zijn we dan in de kamer. En al deze platen die nu hier al zitten, die moeten wij dus in de rest van de kamer gaan maken. Oké, we hebben al een heel deel op zitten. Zoals jullie zien zijn er alweer wat extra plaatjes bijgekomen. En net waren we bij deze 2 stekkerdozen. Of heet dat zo? Centraaldozen. Nu hebben we hier een stukje die nog moet gebeuren. Dus dit kleine stukje, maar die kan ik wel zelf. Al deze andere, die zijn zo lang. Dus dan kan je het echt niet in je eentje. Want dan moet je met z'n tweeën zo'n plaat omhoog houden. En tijdens het omhoog houden moet je ook nog schroeven. Dus dat is echt riparmen. Ja, maar heel strak tegen de andere aan. Ja, dus dat deed je ook best pijn. Maar mama die gaat nu mij filmen hoe ik deze in mijn eentje ga doen. Want deze is zo klein, dat lukt me wel. Kijk, dit is dan zo'n plaat. En zo'n hele plaat, die snijden we dan op maat. En die gaan we dan tegen het plafond maken. We moeten eerst even het plaatje, houden nu zo er tegenaan. En die gaan we even precies meten. En dan tekenen we even een lijntje. Want dan weten we precies waar we moeten snijden. Dat is hier. Nou, wat ik dan doe, is dan meet ik waar ik het streepje heb gezet. Die staat op 25. Gaan we die hier ook even zetten op 25. En dan doen we deze plaat door de midden breken. Dan zetten we hem zo neer. Dan gaan we hier dan snijden. Nou. Mooi plaatje, Quinn. Ja, nu gaan we hem schroeven. Nou, hopen dat hij past. Ja, dat is nog wel een streul. Past hij? Ja, hij past. Even kijken, zonder tegenlicht. Oh, Quinn, mooi. Oké, en nu moet ik hem dus vasthouden met mijn hand. En dit doe je dus normaal met z'n tweeën, maar dan heb je dus een plaat van 1,70 meter. Ja, of langer. Of langer, ja. Zo, en nu is het niet zo moeilijk. Zit hij goed aangesloten bij de vorige? Ja, ik bedoel dan bij je vinger daar. Ja. En dan doen we schroefjes erin. En dan ben je klaar. Nou, goed gedaan, Quinny. Yes. Oh mijn god, jongens. Oh mijn god. We hebben een heel satisfying moment hier. We hebben namelijk nu een stuk waar nog geen plaat zit. Vanaf deze tot daar het schuine dak. En die is precies 2 meter, dus we hoeven er niks aan te doen. We hoeven hem niet te snijden, te zagen, moeilijk te doen. We kunnen gewoon deze plaat in één keer pakken en bam, op het plafond. Oké. Yep, there we go. Ja? Goed. Hoe zit jij? Ik zit er nu tegenaan. Oké. Ik zit nu, hoor. Ja. Was er ook niet te helpen? Ja. Woe! We survived.
Zo, we zijn weer lekker klaar. Het dak zit erin, mijn armen zijn verzuurd. En nu heb ik vet veel honger, dus ik ga lekker wat chappen. Ik heb even lekker crackertjes gemaakt, gelijk wat spullen gepakt. Want ik ga even Isa verrassen met een paar dingen. Als allereerst wilde ze graag mijn camera lenen, mijn oude, voor haar IGTV video's. En ik heb een cadeautje en daar heb ik echt fantastisch ingepakt. Want laatst speelden wij namelijk een spelletje samen en toen zei ik, ja, daar heb ik nog de hele oude van. Toen zei ze, oh, dat wil ik echt een keer doen. En toen waren we hier en toen konden we het niet vinden. En toen gisteren, toen in mijn vorige vlog, toen ben ik gaan zoeken naar een Rubik's Cube, maar die kon ik niet vinden. Maar toen vond ik wel het spel. Dus ik dacht, het is leuk om haar nu een soort verrassing te geven. En dan denkt ze, maakt ze het open en denkt ze, nou, er zit eigenlijk gewoon Monopoly in. Maar hè, zo'n verrassing is het niet. Maar het is wel leuk. Dus dat gaan we nu doen. We gaan naar Isa. Hey, Is. Ace! Altijd als ik ga filmen, ga je zo lekker zo met mijn knuffelen zo. Altijd zo, ja! Oké, ik heb een paar dingen meegenomen. Als allereerst deze, ja. Die had je gevraagd, een geleden. Ja, die ken je. Hebben we veel schroef mee gehad? Ja. Dus nu ben ik er vanaf helemaal. Neem jij dan maar, hè? Ben ik er vanaf. Met oplader en extra batterij. Ja. En nog met een extra lens. Ja. Voor als je een beetje dichtbij beelden wil maken. Dat kan ik beter gebruiken. Nou, ik denk als je normaal gaat filmen deze, maar als je bijvoorbeeld shots wil maken, hè, dat de achtergrond wazig is, kan je beter deze pakken. Dus deze kan wat verder. De achtergrond wazig die? Ja. Okay. En ik heb er nog één thuis, die zou ik volgende keer meenemen. En dan heb je echt heel erg achtergrond wazig. Dat is wel nog vetter die eigenlijk. Die je bij de Q-nail. Ja, die is wel heel fijn. Ja. Oké, nu cadeautje. Niet schudden. Want? Dan gaat het door de war. Oké, gewoon, ik wil even iets zeggen. Ja. Weet je het al? Nee. Oké, leuk. Je mag het niet hebben. Maar het is wel een verrassing. We hadden het hier laatst over en ik had het gevonden en ik dacht, ah, oh, zo leuk, dit gaan we nu een keer doen. Oh, ik weet het al. Kijk maar. Het is Monopoly. Oh, wat leuk. Waar heb je die gevonden dan? Ja, die heb ik door al die dozen, ik heb zoveel zieke dingen gevonden, doordat ik aan het zoeken was. Yay. En dit is echt ongeveer een van de oudste Monopoly die er is. Zelfs nog met, hoe heet het ook alweer? Gulden. Gulden, ja. Vet, hè? Ja, nice. Dus die kunnen we nu een keertje spelen. En ik wist dat je het leuk vond, maar ik vond het saai om het zomaar gewoon te geven. Dus ik dacht, ik pak het even snel in. Ja. Kijk hoe vet, jongens. Kijk hoe oud het eruit ziet. Holy, wat leuk. Wat leuk. Dat dus, is typisch dat jullie zo'n oude. Ja. Dus dit kunnen we binnenkort spelen. Maar dat was dus een verrassing. Ja. Vind je hem leuk? Is leuk, hè? Leuk. Is wel grappig. Ja. Nou, wij gaan binnenkort de hele dag Monopoly spelen. Nou, niet de hele dag. Nou, na één potje zijn wij daar meestal wel klaar mee. Het duurt zo lang, hè? Ik ga de hele dag kleuren. Ja, Isa die heeft een kleurboek besteld. Kijk, dit is dus zo'n kleurboek. En Isa die heeft dit letterlijk gewoon gekocht. En hier heb je dus allemaal kleurplaten achterin. Maar die worden echt super vet. Dat is wel leuk. Leuk bedacht. Maar hoe duur was dit? Dit? Ja? Dat boekje? 7 euro. Dus jouw stiften waren? 15 euro. 15 euro? Yo, dat is wel veel. Stabilo stiften gekocht. Jij moet altijd weer het duurste kopen, hè? Vroeger had ik zo'n hele rol, weet je wel. Ja, dat is vet, hè? En ik had die rol van de stiften en ik had van die pennen. Ja. Ja, die wilde ik eigenlijk opnieuw kopen, maar die was 25 euro. Dus ik vond iets van... Nee, maar die zijn allemaal leeg. Hoe weet je dat? Ik heb ze toch niet bewaard als ze leeg waren? Ja, maar die zijn allemaal bijna leeg. Sussified. Die zijn dus allemaal bijna leeg. Ik had nieuwe stiften voor mijn mooie maar kleur. Maar ik moet zeggen, nieuwe stiften zijn wel de chillste die er zijn. En ik heb het niet zelf betaald, want ik had cadeaubon van de bol. Dus jij maakt 3 euro over te betalen. Ja. Nou, goed idee. Nou, leuk. Binnenkort ga ik dus ook hier gaan kleuren. Baby. Oh! Dat is wel jammer, hè? Eeuw! Godverdamme! Goorkind is... Kun je gaat naar huis. Ik ga eten. Ja. Eten. Eten. Wij zijn altijd heel close. Wij geven de hele dag kusjes aan elkaar. Nee, dat is niet waar. Nee, eten. Wat eten? Eten we. Dat is nieuw. Als D kookt, eten we curry. Als Nico kookt, eten we. Risotto. Of twee keuzes. Wat eten we altijd als Nika kookt? Bol. Bol, goed zo. Ja. Jij weet hem, pokeball. Of pasta, Niek is ook van de pasta. Ik vind curry gewoon lekker, gewoon heel veel groenten. Als Dee kookt, eten we curry. Niks anders, curry. Kijk, ik heb heel veel groenten. Ja. Ja, moet even duidelijk zijn, heel veel groenten. Nee. Van Dee moeten we duidelijk zijn, heel veel groenten. Heel veel groenten, rijst, lekker.
Oh, wat zit ik vol. Ongekend. Ik heb letterlijk al 2 keer gepoept hierna. Nice. Ja, goede info. Maar het is wel waar. Ik had zoveel gegeten. Veel te veel brownies op. Echt 5 stukjes. Moet je niet doen. Echt niet slim. Maar het is zo lekker dat ik het gewoon niet kan laten staan. En dan ben ik eigenlijk al super vol. En dan blijf ik maar eten, eten, eten. Maar het is zo lekker. Ongekend. Ja, 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 lekker. Er is nog een stukje. Heerlijk dit. Goeie shit. Wat ik echt vaak doe, 's avonds, als ik, niet bijna per se ga slapen, maar gewoon nog even na het avondeten, ergens in de avond, ga ik altijd naar beneden om nog wat te eten. En dat is eigenlijk best een slechte gewoonte. Want als je die eenmaal hebt, dan krijg je elke keer rond hetzelfde tijdstip honger. En nu is het 11 uur, heb ik weer honger. Maar ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem weer leuk. En binnenkort ga ik even brownies maken. En dan niet normale, doen we gewoon weer iets geks erdoorheen. Bijvoorbeeld weer Oreo's of iets anders. Dus daar heb ik binnenkort echt zin in, want deze dingen zijn zo lekker. Slaat echt nergens op. Het is zo makkelijk om te maken. Je koopt letterlijk een pak in de winkel, doet er water bij, doet er 20 of 40 minuten in de oven. En je hebt fucking lekkere brownies, echt ziek. Dus dat ga ik binnenkort even doen. Bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie gewoon morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 4:30. Ik upload elke dag om 4:30. Tot de volgende keer. Later. Ja.